Stichting Caseco heeft een discussieavond georganiseerd met als titel Caseco is een dogla. Deze is gehouden in samenwerking met de Afro-Surinaamse organisatie Nax. Rosita Leeflang, voorzitter van stichting Caseco, heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar het ontstaan van Caseco. Volgens haar zijn er verschillende theorieën over de naam Caseco. Zij noemt enkele voorbeelden uit verschillende landen. En dan heb je nog uh, de volgende, dan dat is Kawina Alaseco. Seco. Seco. En dat is afkomstig van de muzikoloog Herman uh, Dio. Oh, dat is waar. Helemaal gelijk, heeft u. Oké, okay, Seco, um, En dat zou een platenlabel zijn, um, van Cubaanse muziek. En Herman zou dus uh, hebben gezegd jonge player Kawina Seco, Dus Caseco. Dat zijn dus de verschillende theorieën als het gaat om de naam. En dan het ontstaan van de kaseko. Daar bestaan er um, verschillende theorieën over. De discussies moeten nog gevoerd worden. Maar precies dat is dus ons punt van onderzoek dat we gaan doen in de komende tijd. Over het ontstaan van kaseko zijn er ook verschillende theorieën. De bekendste theorie volgens de muzikologen IJzermans en Bilby is dat de Cassico na de Tweede Wereldoorlog naar Paramaribo is gebracht. Het zou dus komen door de voortdurende invloed van de Zuid-Amerikaanse en de Caribische muziek. Maar wel tak, die schrijft in zijn boek dat het eind jaren 60 zijn intrede deed door Orchestra Washboard. Daar voel ik het meest mee, om eerlijk te zijn. En... Ik ben ook tegengekomen, alleen ik weet niet wie dat heeft gezegd. Maar um, ergens in de stukken staat ook dat het pas begin jaren 90. Maar dat kan niet natuurlijk. Dat bestaat niet, want Cassico bestond toen al. Maar ik zet het erbij om aan te geven hoeveel misinformatie er in stukken zijn over uh, dit onderwerp. Goed, en als we dan gaan naar waaruit bestaat uh, de Cassico. Maar het ensemble van de Cassico heeft een uh, wisselende samenstelling. Maar wat er wel zeker in voorkomt, de zanger en koor, dat zijn dus instrumentalisten of een achtergrondkoor. Uh, misschien is daarom uh, bestaan Cassico-groepen uit zoveel mensen. Nou, want een Cassico-groep Biggie, oh, gewoon 15 man uh, moet je op een podium zetten, soms en 20 man. Maar dat is het charme, een charme van de Casico. Een uh, elektrische gitaar. Verder zien we nog een basgitaar. De blaasinstrumenten. Trompet, de trombone. Dat zijn de koperblazers. En een saxofoon. En verder hebben we nog uh, ritme-instrumenten. Maracas, kubel, de rasp en de klavis. En de trommel. Drumstel, congas en de scratchy drong. En we kennen allemaal weekend geen scratch drong. Om te weten dat het om caseko muziek gaat, moeten specifieke instrumenten worden gehoord. Maar dit zijn inderdaad de instrumenten. En dit heb ik er bewust bij gedaan, omdat we vaak ook daarover praten, maar we weten niet wat, wat, welk instrument in, in de caseko voorkomt. Maar dit zijn de meest voorkomende instrumenten in de caseko. En die daar inderdaad, de hoge zijn de congas en de kleine zijn de bongos. Ik zei ook voor alles congas hoor. Dus ik snap het wel wanneer dat wordt gezegd, maar er is dus een onderscheid tussen beiden.